figuren kunnen we ook in verband brengen met de schalen. Hè, want schaalmodellen die hebben ook altijd dezelfde vorm, hè, maar niet dezelfde grootte. Dus we hebben hier het schaalmodel van een wagen. Dus je ziet hier alle verschillende schalen staan, 1 op 12. Dat wil zeggen dat dit schaalmodel een 12e is van hoe dat een echte auto eruit ziet. En dit is 1/18e. Dat wil zeggen dat dit 18 keer kleiner is dan de echte wagen. Hè. Dus hoe groter dit getalletje, hoe kleiner eigenlijk uw wagen zal zijn. Als we dat dan gaan voorstellen met behulp van een formule, bijvoorbeeld schaal 1/200ste. Ja. Bij een schaal heb je bovenaan telkens in een teller de afmeting op de tekening en onderaan heb je altijd de afmeting in werkelijkheid. Ja. Als we dat gaan vergelijken met onze gelijkvormigheidsfactor, de gelijkvormigheidsfactor vormen we altijd door de lengte van het beeld te vergelijken met de lengte van het origineel. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als het beeld, tekening, origineel, werkelijkheid. Dus 1 centimeter op een plan is, als we dat gaan vergelijken met deze, 1 centimeter op het plan of op de tekening is 200 centimeter in werkelijkheid. Als we dat gaan vergelijken, bijvoorbeeld of gaan bekijken bij deze oefening, hebben we hier een schaalmodel van een Eiffeltoren. Een schaalmodel is 2,2 meter hoog. Captain America is ongeveer 1,90 meter, dus is ietsje meer. Ja. Terwijl dat een echte Eiffeltoren 55 meter hoog is. Als we dan gaan vragen op welke schaal werd die maquette gemaakt, dan gaan we dus zeggen aan de schaal is de lengte van het beeld of van de tekening 2,2 meter op 55 meter. En als we dat gaan berekenen met ons rekentoestel, dan ga je uitkomen op 1/25. Dus de schaal is 1/25. Ja, of ik kan dat ook noteren op deze manier. Dat wil dus zeggen dat dat miniatuurmodelletje 25 keer in de lengte in de echte Eiffeltoren kan.